Goeiedag lieve mensen, we zijn vandaag zondag 3 mei en ik zal vandaag voor jullie weer een weekboodschap trekken, dus voor de week van 4 mei tot 10 mei. En dit zal ik doen uit dit deck van Carl Gray, Keepers of the Light. En we zullen alvast eens kijken dus wat onze eerste weekboodschap is. En er springt er eentje uit, dus het mag gezien worden. En dat is Lord Shiva. Transcendence. Ik zal het jullie eventjes laten zien. En er staat op. Rees omhoog. Heb eer voor je innerlijke kracht. Er zijn stappen die jou ingegeven worden. Dans met het universum. Dus deze kaart gaat echt wel over je intuïtie. Dus ja, er zijn misschien bepaalde dingen, gedachten of ingevingen die je krijgt. En ja, die dus mogen gevolgd worden. Misschien twijfel je aan die stappen. Of ja, ben je bang om ze te nemen. Maar ja, het universum dat werkt samen met jou en die wil echt wel dat je deze stappen neemt. Als je twijfelt of niet goed weet of het van je intuïtie komt, dan kan je ook ja, via meditatie of door stil te worden en rust te nemen, ook wat dichter bij jezelf komen en hieruit dan ook ja, de vraag stellen aan jezelf, dus wat je moet doen. Je zal misschien geen duidelijk antwoord krijgen, maar ja, let eens op de gedachten die je hebt of ja, de ingevingen die voorbij komen, de aha-momenten van ach ja, dat lijkt me wel iets. Dat zijn zo momenten dat je echt wel mag aandacht aan besteden en ja, waar je dan ook actie mag voornemen. Dus kijk eens welke ingevingen jij krijgt en wat er bij je opkomt. En ja, misschien moet je hier dan echt wel doelgericht actie innemen. Dus dat is een heel mooie kaart. Er staat hier ook op, ja, reis omhoog en eer je innerlijke kracht. Dat is ook een kaart die dus echt wel zegt dat je, ja, dat je de kracht in je hebt om echt wel die stappen te nemen en dat je jezelf mag tonen. En ja, dat je echt wel mag jezelf laten zien. Actie nemen, dat is eigenlijk wat deze kaart zegt. Toon jezelf, neem actie, luister naar je intuïtie. En ja, dat is heel belangrijk, want deze stappen zul je dan ook weer vooruit brengen. En ja, misschien je ook ja, naar iets nieuws brengen, die je dan ook heel wat meer voldoening heeft. Dus we mogen actie nemen en luisteren naar onze intuïtie. En niet twijfelen als je denkt dat het van je intuïtie komt. En hoe je kan weten of het dus van je intuïtie komt of van je ego. Je ego vertelt je meestal ja, negatieve dingen. Zoiets van je zal het niet kunnen of je bent niet goed genoeg. Zou je het wel proberen? Dat zijn zo allemaal een beetje stemmetjes in je hoofd die je een beetje tegenhouden. Maar wanneer het van je intuïtie komt, dan zal je voelen dat je enthousiast bent. Dat je dat echt wel, dat er echt wel iets goeds is en dat je echt wel die stap mag nemen, dat dat je zal vooruitbrengen. En dan komt dat ego misschien ook weer wat tetteren zo van, ja, maar zal het wel lukken en ik zou dat risico toch niet nemen. Luister naar je intuïtie, datgene waar je enthousiast van wordt en waar je blij van wordt, want dat is belangrijk. En neem die stappen, neem die actie. Dat is onze weekboodschap voor deze week. En dan gaan we ook nog eens kijken welke drie keuzekaartjes ik krijg. En ik heb eentje gekregen. En dan nog een tweede kaartje. Ja, een tweede kaartje. En nog een derde. En dat is deze. Oké.
Dus, we hebben kaartje 1. Dan hebben we kaartje 2. En dan nog kaartje 3. Dus, waar gaat je aandacht naartoe? Welk kaartje trek je het meeste aan? Dus ook weer je intuïtie die spreekt. Dus het kaartje dat je het meeste aantrekt is het kaartje die een boodschap voor je heeft. Dus we hebben kaartje 1. En kaartje 2, maar ook kaartje 3. Dus kies jullie kaartje en dan geef ik de uitleg. En ik zal alvast beginnen met het eerste kaartje. En dat is deze. De witte arend. Ja, een eagle is een arend. Witte arend. Uw ancestor spirit. Dus de geest van je voorouders. Connecteer je met je voorouders. Een familiewonde of patroon kan nu geheeld worden. Dus, hoe moet je je nu verbinden met je voorouders? Dat kan dus ook via meditatie. Maar dat kan ook zijn dat je voorouders dus je echt wel begeleiden en bij je aanwezig zijn als je hitsen. Dus ja, hoe jij in contact komt met, ja, met je engelen of met je hitsen, dat is ja, volgens je eigen gevoel en je hebt daar vast je eigen manier voor. Meditatie is een manier, rustig worden, bidden, misschien gewoon luisteren naar je intuïtie. Je voelt gewoon dat ze bij je zijn. En misschien hebben je voorouders je een en ander te vertellen. Misschien ook via dromen. Misschien heb je soms ja, dromen die echt wel boodschappen bevatten. En dan mag je die ook wel echt naar gaan luisteren. Want soms hebben we dromen die inderdaad, ja, die misschien weerspiegelen wat we gedaan hebben overdag. Of iets waar we mee bezig zijn of ons zorgen over maken. Maar soms hebben we echt wel dromen met duidelijke symbolen. Waar we dan eigenlijk ook wel de betekenis van kunnen opzoeken. En dan samen met ons eigen gevoel die droom gaan interpreteren. Dat is niet altijd gemakkelijk. Maar als je dan wat opzoekingswerk doet. En dan probeert je eigen uitleg eraan te geven. Dan lukt dat wel. Het is soms een beetje zoeken, maar het is echt de moeite waard, want er zitten heel veel boodschappen verscholen in je dromen. En misschien willen je voorouders dus via deze dromen ja, je boodschappen gaan geven. Deze kaart gaat ook over familie. Misschien zijn er in de familie bepaalde strubbelingen of bepaalde relaties met één of meerdere familieleden. Die lopen niet zo vlot of niet zo goed. En nu is het moment eigenlijk om, ja, om deze banden opnieuw te helen. Het is niet altijd gemakkelijk, want ja, iedereen heeft misschien wel de schuld aan een ander. En dat zijn we ook geneigd te doen. We denken niet gauw dat wij in de fout zijn, maar dan ook de ander. Dus het is heel belangrijk om deze situatie eens van een afstand te gaan bekijken. En misschien ook eens te bekijken door de ogen van de ander. Zodat je ook meer begrip kunt opbrengen dus voor de mening van de ander. Dus kijk eens wat je kan doen om misschien ja, die banden met je familie te helen. Want het is een beetje een rare periode en we missen soms onze familie. En nu komen ook die dingen misschien meer naar boven, dat je ja, misschien spijt hebt dat een bepaalde relatie in je familie niet zo goed loopt. Dus misschien is het nu tijd om, ja, om die ruzie of moeilijke relatie te helen. Het kan ook zijn dat het gaat over een patroon die dus in de familie aanwezig is. Misschien heb je bepaalde dingen overgeërfd, dus van je ouders of van familieleden. Misschien, ja, ik ga nu een voorbeeld geven. Misschien is er in jouw hele familiegeschiedenis ja, heel de tijd veel angst aanwezig geweest. Dus
als ouder geef je dat dan vaak door op je kinderen. En zo gaat dat van generatie naar generatie. Maar misschien ben jij nu de persoon om er iets aan te doen. Misschien heb jij nu de kans om, ja, om die angst te helen en om er iets aan te gaan doen. Wanneer je bijvoorbeeld uit een familie komt waar geld steeds een probleem was en ja, waar jij ook de neiging hebt om veel geld uit te geven en ook altijd tekort te komen, dan kan jij ook, ja, die stap nemen om hier nu iets aan te doen. En ja, dat familiepatroon te doorbreken en te helen. Dus jij zal best weten over wat het gaat. En ja, kijk eens wat deze kaart kan betekenen voor jou. Dat is kaart nummer 1. Dan hebben we kaart nummer 2. De goddelijke directeur. Intervention and purpose. Dus interventie en doel. Goddelijke interventie is nu aanwezig. Weet dat je altijd begeleid bent. En geluk is jouw doel. Dus dat is een heel mooie kaart. Paars staat voor spiritualiteit. En deze kaart wil zeggen dat je echt wel begeleid wordt door je engelen, je gidsen. Ook dat je goddelijk begeleid bent. Dus door de bron zelf. We hebben zoveel engelen om ons heen, gidsen, lichtwezens, spirits van dieren. We worden echt wel begeleid en we zijn ons daar niet van bewust. Of misschien, ja, misschien sommigen van ons wel, maar velen van ons niet. En soms voelt het alsof dat je er alleen voor staat. En deze kaart wil je duidelijk maken, als je je alleen voelt, weet dan dat je eigenlijk nooit alleen bent. Ook al zit je alleen en zie je niemand, je hitsen, je engelen, die zijn altijd bij je aanwezig. En als het soms moeilijk is om met iemand te praten, je mag altijd met hem praten. Ze horen je, misschien antwoorden ze niet, maar ze horen je en het zal je ook al een gevoel van troost geven. Weet ook dat ze dus via je intuïtie je boodschappen doorgeven en je echt wel zeggen wat je moet doen. Als je problemen hebt, geef het in hun handen en vraag hun hulp. Ze zullen je met heel veel plezier helpen. En dit kan inderdaad komen via tekens, signalen, dromen, boodschappen. Je moet er gewoon proberen naar te luisteren. Het belangrijkste dat je dan kan doen is stil worden, rustig zijn, mediteren. Via deze kanalen wordt er heel veel informatie doorgegeven. En eigenlijk is de bedoeling eigenlijk de engelen en de hitsen. En misschien ook natuurlijk jezelf. Het enige doel wat echt heel belangrijk voor je is, is dat je gelukkig bent. En dat willen ook de engelen en de hitsen voor je. En dat wil jij zelf ook, dat weet ik zeker. Dus ja, probeer je zorgen, angsten, je problemen te geven aan God en de engelen. En laat hen toe om je te helpen. Wees eens wat meer stil en luister naar wat ze te zeggen hebben. Zoals ik al zei, je intuïtie is heel belangrijk. En het is ook belangrijk dat je daarnaar luistert en niet twijfelt. Want als het goed voelt, dan mag je stappen nemen. Dus je bent goddelijk begeleid. Dat is een hele mooie boodschap. En dan hebben we nog een derde kaart en dat is Jezus. Vergeving. Je bent op het pad van licht, liefde en vergeving. Vaderlijke heling is mogelijk op dit moment. Dus deze kaart vraagt ons om vergeving te schenken. Dat is niet altijd gemakkelijk. Dat weet ik. Maar het is toch zo goed voor jou als je kunt vergeven
en het loslaten. Wat er gebeurd is vroeger, of wat jij gedaan hebt vroeger, daar kun je niets meer aan veranderen. Je hebt toen gedaan, of de anderen hebben ook iets gedaan, waarvan dat zij dachten dat het goed was. Het voelde goed voor hen of voor jou. Maar achteraf was dat misschien niet zo'n goede beslissing. Het kan ook zijn dat je toen zo gereageerd hebt, of dat de ander zo gereageerd heeft. Omdat bepaalde dingen uit je opvoeding of je situatie op dat moment meespeelden. Misschien werd je overmand door gevoelens, waardoor je dus vreemde beslissingen nam. Dat kan ook zo zijn voor de ander. Het is gebeurd. Je kan er niets meer aan doen. En het betekent niet dat je dat moet goedkeuren wat er gebeurd is. Zeker niet, want het kan ook je heel erg gekwetst hebben. Of je kunt een ander heel erg gekwetst hebben, bedoel ik. En ja, dat vreet soms aan je. En het is heel belangrijk dat je... Ik ben nu even mijn tekst kwijt. Ik ging iets zeggen en ik ben het vergeten. Nu, in ieder geval, als het vreet aan je, is het heel belangrijk dat je het loslaat. Want als het vreet aan je, dan gaat het je energie naar beneden halen. En dat is niet goed voor jou. Dus je leeft in een lage trilling, dat trekt lage energieën aan. Het is ook niet zo goed voor je gezondheid. Je wordt er moe van, prikkelbaar. Dus het is heel belangrijk dat je dus gaat loslaten. Je hoeft het niet goed te keuren, het was dat ik ging zeggen. Je hoeft het zeker niet goed te keuren, dat wil niet zeggen. Loslaten betekent niet dat je akkoord bent met hetgeen wat er gebeurd is. Maar het is nu eenmaal gebeurd en loslaten, dat doe je voor jezelf. Je doet het niet om een ander weer goed te praten en je doet het niet om jezelf goed te praten. Maar het betekent gewoon dat je er genoeg van hebt, dat je nu echt niet meer je energie wilt steken in wat er toen gebeurd is. Vergeef jezelf, vergeef de ander, laat los wat er gebeurd is. En ja, weet gewoon dat je daar ook heel veel uit geleerd hebt. Jijzelf en ook de ander. Dus soms doen we dingen, of komen er mensen in ons leven, die ons dan bepaalde dingen aandoen. Waardoor wij dus even het noorden kwijt zijn, maar... Eigenlijk is dat een goede leerschool. We leven eruit en zo kunnen we weer in een volgende situatie heel anders gaan reageren. Het is heel belangrijk dat we die les geleerd hebben, zodat we kunnen doorgaan. Dus probeer vergeving te schenken waar je kan en laat het vooral los, zodat je... je energieveld weer in een hoge trilling komt. En dat dus ook positief voor je is. En je zal je heel wat lichter voelen. Het is ook beter voor je gezondheid, voor je immuunsysteem. Als je al die zware dingen loslaat. Dus dat is wat kaartje nummer 3 zegt. En Jezus was ook een heel goed voorbeeld in het vergeven van mensen. Want ze hebben hem ook heel wat pijn en verdriet aangedaan. En toch kon hij vergeving schenken. Dus dat is echt wel iets heel moois. Dus dat waren de kaartjes voor deze week. En ik wens jullie alvast een hele fijne week toe. En tot volgende week. Dag!